fly away, leave it all behind. I could take a train, but I would rather fly. Escape through the window of my mind, but I would never leave behind. Open the window, open the window. Als ik aan het freerunnen ben, dan voel ik me vrij. Als ik over een muurtje heen spring, ik maak er salto vanaf. Ik voel me gewoon, eigenlijk freedom. Ja, het verveelt eigenlijk nooit. Nee, het is meer gewoon, overal zie je wel weer een nieuwe uitdaging in. Als je een trick onder controle hebt, kan je weer aan iets nieuws werken. En nieuwe doelstellingen voor jezelf maken. En de kick ook. Ja. Adrenaline, ja. Schaafhonden, kneuzingen, maar daar blijft het wel bij eigenlijk. Ja. Spannend. Ja, man. Veel trainen. Ja? Ja, veel oefenen. Heel veel in een veilige omgeving trainen, in gymzalen, op gras. En pas als je daar goed kan, dan gaan we echt op straat bezig. Maar hoe bedenk je dat elke keer dan, tricks? YouTube. Ja. YouTube, verhalen van andere vrienden die het ook doen. Nou, die komt dan weer met iets nieuws, ga je dat bekijken op YouTube. En ik denk van, die wil ik ook wel leren. Ga je tutorial kijken op YouTube en zo leer ik het eigenlijk ook. Ja. En ook heel veel tips van elkaar. Ja. Waarom ik het zo serieus neem is eigenlijk wel omdat ik steeds verder wil groeien. Ik wil verder gaan met lesgeven, wat we nu ook al doen. We geven nu les in Veenwoude, Dokkum en Oldermarkt. Ja, ik wil uiteindelijk wel beroemd worden. Wereldwijd. Doe maar. Ja, ik denk dat... Het is echt nog een... het groeit echt nog. Dus het staat nu een beetje in de kinderschoen, het hele freerunnen. Ja. Maar we verwachten wel dat het binnen een paar jaar toch wel groter gaat worden. Het wordt steeds bekender. In Hollywoodfilms zie je nu ook steeds meer freerunning. Dus er is nog genoeg... het is een kleine markt en er is nog genoeg te bereiken. Dus ons doel is om een soort van parcours freerunningschool op te zetten. Dus gewoon bijvoorbeeld een oud pand te gebruiken en daar gewoon een heel parcours in bouwen. Zodat gewoon iedereen mee kan trainen, we daar les kunnen geven. En gewoon zoveel mogelijk met de jeugd bezig zijn met freerunning en parcours. Het gewoon bekender maken onder de jeugd.